De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, is gestart met een training die gaat over onder andere vaarwegmarkering. En dat heeft als doel het goederen transport veiliger te doen verlopen via het water. Michel Amafo, de directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, vertelt ons meer over deze training. Deze training is een training die we or, samen organiseren met de IALA, dat staat voor de International um, Lighthouse Authority and Maritime Age to Navigation. Dus, het dus is een organisatie uh, die zich bezighoudt met de. Het markeren of het aangeven van de standaarden voor het veilig varen van schepen. U moet namelijk weten dat 90% van alle goederen dat is over de waterwegen, over de rivieren, over de zeeën worden vervoerd. Om dat veilig te laten geschieden heb je dus eigenlijk nodig dat de rivieren, de zeeën, dat ze gemarkeerd worden, dat ze gemeten worden. Dat we weten van waar is de, waar is de veilige route voor schepen om te varen. Als we eenmaal hebben gemeten, dan moeten we eigenlijk net als op de wegen, moet je aangeven waar de route is. Dan heb je dan, dat we dan wat we noemen de boeien die geplaatst moeten worden, de markeringen die geplaatst moeten worden om die weg op de rivier aan te geven. Als we dat eenmaal hebben gedaan, dan heb je natuurlijk de mensen die die boeien moeten plaatsen. En daarvoor is deze training, want die IALA, wat ik eerder noemde, die geeft de standaarden aan, wat voor kleuren, wat voor grootte, wat voor type boeien, waar moeten ze geplaatst worden en het onderhoud ervan. En dan uh, kan ik zeggen, eigenlijk met gepaste trots, dat Suriname een aantal jaren terug zijn we geauditeerd en we hebben onze mensen getraind. En toen heeft de IALA gezegd van, maar kijk, die expertise die je in huis hebt, lijkt het ons goed dat we samen een school opzetten. Dit is dan de Suriname east navigation Academy. Dat is dan deze school die we hebben opgezet. In 2017 hebben we toen ook de eerste training samen verzorgd. Deze training het wordt verzorgd aan uh, mensen van Filipijnen. Mensen van Colombia, Sint-Vincent en de Grenada die hier zijn om getraind te worden. Dat die training van 90% door Surinamers wordt verzorgd van de mas. En ook andere bevriende organisaties in Suriname. Die zijn opgeleid door de, door de IALA. Er zijn ook wat mensen van de I IALA die zelf zullen komen. En dus dat is het dus eigenlijk. Deze training die we verzorgen is om het vervoer van goederen op zee en op de waterwegen op een veilige manier te laten plaatsvinden. Deze trainen worden natuurlijk ook in andere landen, in andere regio's verzorgd. Maar het heeft dus te maken met die specifieke expertise en de ervaring die mensen ook willen, willen opdoen. En dan kiest men ervoor. En natuurlijk, soms heeft het ook te maken met visa-aangelegenheden. En dan komt men naar Suriname omdat men weet dat we hebben een bepaalde track record hebben. Uh, kijk, en bij ons is het dat men niet alleen de theorie krijgt, maar ook de praktijksituatie. Omdat we hebben uh, bijvoorbeeld de gezagvoerder van onze Marwina, dat is onze boeienlegger, die belast is met het onderhoud van onze boeien. Die is ook een van de, de, de lecturers. We hebben de manager van onze nautische afdeling, mevrouw Mahabir, die is trouwens de manager van de school. Zij verzorgt ook een deel van die training. Dus het is eigenlijk echt hands-on dat de mensen inderdaad praktijkgericht. Ze krijgen de theorie, maar ook de toepassing en de praktijk direct van nabij kunnen zien.